In 1991 zijn dus alle landen samengekomen op een grote VN-conferentie in Rio de Janeiro. En daar hebben ze agenda 21, de agenda voor de 21ste eeuw. Dus dat is niet zomaar een agenda 2030 voor minder dan 10 jaar. Maar een agenda voor een hele eeuw uitgeroepen. Waarbij ze zeiden van, we gaan ons, ja, een hele radicale maatschappijvisie, die gaan we implementeren over de komende 100 jaar. En daar is deze agenda 2030 één van de uitvloeisels van. In Rio waren bijvoorbeeld, dat is wel interessant, waren dus meer dan 1000 NGO's, dus de maatschappelijke organisaties, de milieu- en mensenrechtenorganisaties, officieel geaccrediteerd. Die zaten bij aan die beleidstafels. En wat zie je nu? Dat is dus een VN-agenda, maar al die overheden nemen het over. Maar ook lokale overheden nemen het over. Het zit in al onze onderwijsprogramma's. Dus je ziet eigenlijk, zonder dat het ooit in een verkiezingsprogramma heeft gestaan, zonder dat er iemand ooit over heeft gestemd, dat het op allemaal lagen eigenlijk wordt geïmplementeerd. En jij bent helemaal in die agenda gedoken. Jouw rapport heet de Nederlandse boeren en vissers aanval op eigendomsrecht en voedselzekerheid. Over die twee termen komen we zo nog even te spreken. Als we even kijken naar die agenda en de gevolgen voor de boeren. Waar kunnen de boeren zich voor opmaken de komende periode met deze agenda? Nou ja, dus inderdaad laboratoriumvlees, insecten. Van eigenlijk zie je dat die agenda zegt van normale manier van voedsel produceren, dat is slecht voor het klimaat. Dat moet je niet doen, daar moet je mee stoppen. Dus daarom moet je in allemaal kunstmatige manieren van voedsel produceren gaan investeren. Dus dat is precisiefermentatie. Dat is door genetisch gemodificeerde bacteriën geproduceerde nepmelk. Dat wordt gezien als een goede vervanging voor echte koeienmelk. Ja, we komen zo te spreken over dat nieuwe voedsel als het ware. Ja. Laten we dan even verder praten over die agenda. Want Pepijn, dit is ook een onderwerp wat jullie na aan het hart ligt als Forum voor Democratie. We willen denk ik als eerste politieke partij in Nederland over die hele agenda met de SDG's die we allemaal kennen, die kleurtjes zo op een rijtje, hebben jullie erover gehoord. Waarom is dat zo belangrijk om dat als Nederlandse politieke partij aan te kaarten? Want de kritiek is wel eens, ja maar joh, dat wordt misschien wel internationaal bepaald, maar wij zijn Kamerleden, dan komt het vanzelf naar de Tweede Kamer en dan kunnen we ons er dan over uitspreken. Waarom vonden jullie het toch belangrijk om dit onderwerp aan op de agenda te zetten? Het is wat net ook werd gezegd, het is een hele radicale agenda. Hè. Dus het zijn die doelen, als je zo ziet staan, dan denk je, nou, wie kan daar nou tegen zijn? Het klinkt allemaal heel lief en abstract, maar het zijn om te beginnen onhaalbare doelen voor een deel. Dat is al, vind ik, dubieus. En het zijn ook doelen waar je alle kanten mee op kan gaan. En wat we zien gebeuren, die agenda, wat daarachter zit, denk ik, is eigenlijk een verschalingspolitiek, een rantsoneringsdenken. Hè? Want die globalistische ideologie, die is voor een heel groot deel, denk ik, maar daar kunnen we straks een discussie over hebben, gestoeld op het idee dat mensen zijn een belasting voor de natuur, belasting voor het klimaat, daar moet je er zo min mogelijk van hebben. Hè? Terwijl de planeet kan makkelijk 10 miljard mensen aan, heeft Elon Musk onlangs nog gezegd. We zijn er slim genoeg voor, we hebben die technologie. Maar hebben we dan niet helemaal een ruimtetekort? Nee, maar even als het gaat om voedselproductie enzovoort. Ah. Dat bedoel ik nou even op. Maar wat ik dan wil zeggen is, dus die Sustainable Development Goals, die willen alles in het trechter gooien, waardoor het dus steeds moeilijker wordt eigenlijk om nog een normaal leven te hebben. Omdat dus, dus die afdruk die we dan hebben, hè, dus die ecologische afdruk, dat moet worden beperkt. En dat zien we, straks gaan we het over hebben. Dat zie je dan heel duidelijk terug in de voedselproductie. En die agenda dus. En dat is mooi, hè? Dus de doelen klinken mooi, maar jij kent vast wel die uitdrukking uit de Bijbel, Tom, van je leert aan een vruchtenleerde boom kennen. Zo is en als het je dus die doelen afgaat, als het om poverty gaat, we hebben meer armoede nu, hè? Dat heeft de Wereldbank gezegd, gezondheid, aantal gezonde levensjaren loopt terug. Als het gaat om goede banen, je kunt tegenwoordig met één inkomen al niet meer rondkomen. Zo kan ik al die doelen afgaan. Het gaat allemaal de verkeerde kant op. Onderwijs, we hebben, ja, daar ben ik met hem eens. Dus dat, je ziet dus eigenlijk aan dus de vruchten, zie je dus hoe slecht die agenda is. Bas? Ja. Nou, ik heb ze vanochtend toevallig nog even allemaal langsgelopen. Ziet er wel mooi uit, hè? Het ziet er fantastisch uit. En onderwijs. En ja, maar als je dan gewoon gaat kijken en je kijkt naar de realiteit, is het een compleet andere realiteit. Ja. En ze werken ook eigenlijk op een manier samen met de World Elite Forum. Het oude World Economic Forum. Ik noem het de World Elite Forum. Dus dat is dan meteen een hint naar de AIVD, hè, dat er ergens een elite zou zijn. Nou, die is er echt, dat is de World Elite Forum. En ze werken als een secte. Op de achtergrond infiltreren ze overal in allerlei organisaties en NGO's, ook in ons politieke bestuur. En wij zeggen als BVNL, het moet afgelopen zijn met dit clubje. Wil je nou niets meer missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.